De rattenplaag in Nikeri heeft niet alleen rijstboeren, maar ook tuinbouwers getroffen. Districtscommissaris Rita Gubardhan van Nikeri zegt dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij reeds rattengif heeft gedistribueerd aan een groep rijstboeren. Het ligt in de bedoeling dat ook tuinbouwers dit gif zullen krijgen. Voor verdere oplossingen buigt de DC zich daarom samen met een ingestelde commissie dagelijks over dit vraagstuk. We zijn even bezig te kijken hoe we dit stukje gaan aanpakken, want sowieso als de rat inderdaad in het water zit en doodgaat met gif erin, dan snap je wel dat het gevaar vormt voor de gezondheid in de sector. Hè? Ja. En sowieso moeten we nu oppassen met gif en dergelijke. Dus er is wel gevaar, dus daarom zijn we nu gefocust samen met de commissie die geïnstalleerd is, samen met LCC, gezondheidssector, om te kijken hoe we dit probleem moeten gaan aanpassen. Ja, en heeft u misschien klachten gehad van mensen die een gezondheidsprobleem hebben gehad sinds een rattenplaag? Nee. Tot nu toe hebben we dat niet gehad. Hebben we wel gehoord alleen van wat geiten en schapen, maar daaromtrent en dan wachten we nog op het resultaat natuurlijk van de mensen wiens dieren doorgegaan zijn. Dus wat ik eerder zei, het is wachten op wat meer rapporten. De burgemeester zegt verder dat voornamelijk boeren die cassave en koolplanten last hebben van de knaagdieren. Ze benadrukt dat de commissie zich serieus met dit vraagstuk bezighoudt, aangezien deze rattenplaag ook een gevaar vormt voor de volksgezondheid. De commissie kwam vanmiddag weer bij elkaar om de heersende plaag verder te bespreken en mogelijke oplossingen aan te dragen.